Linda de Mol schrijft normaal gesproken elke maand een column vol ditjes en datjes in haar tijdschrift Linda. Door de discutabele zaken die er naar buiten zijn gekomen over zowel Linda als haar geliefde Jeroen Rietbergen, zit ze echter helemaal in zak en as en krijgt ze zelfs die column niet meer geschreven. Nu staat er een column van hoofdredacteur Karin Swerink in de Linda. Niet omdat ik dat zo graag wil en al helemaal niet onder deze omstandigheden, maar omdat Linda het simpelweg niet kan. Al die jaren liet ze zich niet uit het veld slaan, hoe ze zich ook voelde, wat ze op dat moment ook meemaakte, schrijft Karin daarin. Maar het leed is nu zo enorm, dat ze het gewoonweg even niet meer weet. De nachtmerrie waarin ze sinds enige weken zit, is alleen maar groter geworden. Omdat Linda, tegelijkertijd met de rest van Nederland, achter dingen is gekomen die ze nooit heeft geweten. Mark-Marie vindt het een beetje slap dat Linda haar column heeft afgegeven aan Karin, zegt hij in zijn podcast. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dit dus een beetje jammer vind, omdat... Nou, wat ik zo goed vind, zij spiegelt zich volgens mij heel graag aan Oprah en wat van Oprah zo fijn is, vind ik, is dat ze je meeneemt in hoe low of hoe high het gaat. Hij vervolgt dat huilen van Oprah op tv van, ik kan niet afvallen en ik probeer het zo, geeft zo'n gevoel van connectie. Al had hier maar gestaan van, ik kan het niet deze maand, of al had ze maar gezegd van, het lukt me niet. Ze hoeft niet een hele column te schrijven, maar ik had haar gegund dat ze had gezien dat dit haar ook zou kunnen helpen als ze hier. Al had ze het maar leeggelaten. Co-host Aaf Brandt-Corstius springt in de bres voor Linda. Ik moet wel even in defense van Linda zeggen, met zo'n glossy is het probleem dat je hem heel ver voor hij uitkomt naar de drukker moet doen en zo. Misschien was dit echt op dag 1 van dat hele Jeroen Rietbergen gebeuren en wisten ze echt even niet meer wat ze moesten doen. Ze vervolgt, misschien hebben ze toen echt acuut dat blad helemaal veranderd. Dat ze even niet wist van, wat moet ik in godsnaam in dat editorial zeggen? Wat ze er toen in had gezet, was nu misschien allang weer ingehaald door het nieuws. Geen excuus, vindt Mark-Marie dat. Nee, wij zijn ook met z'n allen niet gek. Ik vind dat iemand van die redactie, en het liefst Karin Swerink, de tegenwoordigheid van geest had moeten hebben van, laat het dan leeg. Dat had ik dan interessanter gevonden. Gewoon niks schrijven. Dat vind ik een gemiste kans. Ik vind het juist zo goed van haar dat ze probeert echt wel eerlijk te zijn. Als je het dan even niet weet, zeg het dan gewoon, zegt de comediant. Eigenlijk moet Linda gewoon iets meer open zijn, vindt Mark-Marie. Daarop zegt Aaf, maar Oprah heeft volgens mij nooit zo'n schandaal aan haar broek gehad. Dat ze niet kon afvallen is niet zo heel erg natuurlijk. Mark-Marie, nee, nooit zo persoonlijk. Ze heeft het wel gehad over misbruik in haar jeugd en familie die er ineens over begon te praten. Maar niet dit soort dingen. Vindt hij het ook een schande dat Linda deze maand niet op de cover staat? Nee, ik snap heel goed dat ze daar niet met uitlopende mascara op gaat staan. Dat snap ik heel goed.